Over precies 1 week dan zal seizoen 3 van chapter 2 van start gaan. En in deze video gaan we kijken naar hoe de seizoen 3 map er mogelijk uit komt te zien. Maar voordat we gaan beginnen wil ik jou eerst even vragen om een like te droppen op deze video. Abonneer ook even op de Veelgevraagd met een belletje aan. En ik zou het heel tof vinden als iedereen eventjes de supportercredietcode Veelgevraagd invult in de Fortnite item shop. Want dan krijgen we namelijk 5% van jouw aankoop. Ik heb voor jullie dus 5 verschillende creative mappen uitgekozen die allemaal hetzelfde thema hebben als dat seizoen 3 chapter 2 gaat krijgen. Namelijk water en overstroming. En we zijn hier bij de eerste map die je gelijk een beetje een beeld geeft van hoe het er een beetje uit gaat zien. Ik moet toegeven, dit is niet de mooiste map die ik voor jullie heb in deze video. Ik heb straks ook nog een map met een gezonken schip. Die is echt heel erg vet. Maar we beginnen rustig. En dit geeft je toch wel een aardig idee hoe het eruit kan komen te zien. Ik verwacht dan ook niet dat, dat overal alles onder water staat. Het kan ook zijn dat er overal maar dat er op bepaalde plekken maar een laagje water staat. En dit is een beetje hoe dat eruit komt te zien. Dit is trouwens niet echt water volgens mij. Nee, het zijn meer een soort van ijsblokken die je hier ziet. Maar er zijn nog wel wat meer plekjes die je een kijkje laten, of die laten zien hoe het eruit komt te zien. Bijvoorbeeld hier een beetje industrieel. Eigenlijk is dit trouwens een parcoursmap zoals je kan zien. Maar hier zie je het al. Dit is echt helemaal onder water komen te staan. En je ziet hier ook een camper die onder water kwam te staan. Daar kan je dus straks ook op lopen. En we gaan natuurlijk ook onder water combat krijgen. En ja, dat gaat zo ook zeker weten heel interessant worden. Dat kan ik jullie alleen niet laten zien hoe het onder water combat eruit komt te zien. Want ja, dat is gewoon net wat anders. Hier zien we ook hoe bijvoorbeeld een normaal gebouw er van binnenuit. Die dingen die dus drijven, zoals kasten, die zullen waarschijnlijk blijven drijven. En een bank die blijft drijven. En hier zie je bij een restaurant waar alles een beetje blijft drijven. Dus ja, dit is de eerste map die ik voor jullie heb. Even kijken of er nog meer is wat ik jullie kan laten zien. Nee, dit is het eigenlijk wel. Dit is één grote parcoursmap. Je zou deze een keer kunnen doen. De code is 1940-5027. Nee, weet je wat? Ik noem hem helemaal verkeerd op. Kijk maar even in de beschrijving. Ik zal alle codes van de map wel eventjes daarin zetten. Laten we doorgaan naar de volgende map. En we zijn aangekomen bij de tweede map. En deze map is iets groter. Je ziet hier ook allemaal water op de gebouw staan. Dat moet je maar even negeren. Ik heb geen idee waarom dit hier zo is. Maar je moet even kijken naar het algemene plaatje. Zo zou het zomaar uit kunnen komen te zien in seizoen 3. Gewoon grote gebouwen die onder water staan. Niet helemaal. Een klein eilandje ook. Je ziet hier ook allemaal kano's. Misschien dat we ook kano's gaan krijgen als vehicles. Wel interessant om over na te denken. En ja, ik vond het wel een mooie. Ja, ik vond het wel, dit er wel mooi uitzien. Dit zou zomaar een plek kunnen zijn. Alhoewel natuurlijk de gebouwen zijn er een beetje misvormd. Volgens mij dat we hier ook bepaalde dingen moeten doen. Is het niet gewoon een soort van zone war map? Ik weet het niet zeker. Volgens mij, wat is dit allemaal? In ieder geval, dit geeft je wel een klein beetje een idee van hoe het er van buiten uit kan zien. En dit geeft toch wel echt die zomerse vibe. Ik bedoel met die stranden zo en die grote bomen. Ik vind het wel heel erg vet. Natuurlijk is dit niet gebouwd door een professionele designer of map builder. Of in ieder geval, het is niet per se voor mooigheid gemaakt. Er zit een andere functie achter. Nou weet ik niet 1, 2, 3 wat voor game mode je hierin moet spelen. Maar dat geeft je dus nogmaals wel een beetje een tof idee. En bijvoorbeeld ook deze boomstammen die drijven. Lijkt me ook heel erg vet om dat straks terug te zien in seizoen 3. Laten we doorgaan naar alweer de derde map. En die is ook heel erg vet. En we zijn aangekomen bij de derde map. En deze map is compleet onder water. Alhoewel, het is niet echt onder water. Maar het is wel helemaal gesimuleerd alsof het onder water is. Je ziet hierboven ook een beetje de watersurface. Dat ziet er van boven volgens mij. Oh nee, dat ziet er best wel vet uit trouwens. Wow, dat ziet er echt best wel heel goed uit. In ieder geval, we kunnen hier onder water kijken hoe het eruit komt te zien. En dit is een beetje de decoratie die we kunnen gaan verwachten in seizoen 3. Dit is misschien wel precies zoals het eruit komt te zien. Dit is eigenlijk een soort van escape room. Ja, dat is een escape map. Ik kan jullie alvast vertellen. Alhoewel, als je niet wil weten hoe je eruit moet, klik dan even weg. Alhoewel, ik kan ook wel gewoon even door deze muur gaan. Want volgens mij is het gewoon... Ja, hier gaat hij verder. Dit is de tweede escape gedeelte. En het ziet er gewoon heel erg vet uit. Ik bedoel... Oh, hier zie je mij trouwens ook lopen. Heel erg vet. Maar al deze decoratie ziet er gewoon nice uit. Deze bomen lijken net alsof dit ook echt onderwater planten zijn. Ik weet nou niet waar ik nu naar de volgende locatie moet. Is dat niet hier ergens? Oh nee, dit is duidelijk niet. Maar het is in ieder geval zeker weten heel erg vet gemaakt. En ik heb echt geen idee waar de rest van de map is. Is dit de rest van de map? Oh, hier zit nog een stukje.
Maar ja, zo komt hij er dus ongeveer uit te zien. En vooral dat eerste stuk wat jullie net liet zien is heel erg vet. Maar dit geeft je wel een beetje de sfeer hoe het waarschijnlijk gaat zijn. Kunnen we ook hier nog onderdoor? Oh, waar komen we nu dan? Ik heb geen idee waar we nu zijn. Maar dit ziet er op zich ook wel weer vet uit. Ondanks dat dit niet helemaal de bedoeling is, denk ik. Maar het zou zomaar kunnen zijn dat het dus zo uitkomt te zien. En die vuurtoren ook is ook heel erg vet gemaakt. Laten we doorgaan naar alweer de ene laatste map. En dat is een onderwaterstad. En deze map is gelijk ook best wel heel erg donker. En dat is ook iets wat we kunnen krijgen in seizoen 3. Namelijk weer dat verandert. We zien ook iets mist. En je ziet hier in de verte een soort van schip. Laten we eens even onder water gaan kijken hoe dat eruit ziet. En dit ziet er wel heel erg vet uit. We zien hier een... Een dinosaurus. Ik zat te zoeken naar hoe deze dinosaurus ook weet. Een T-Rex volgens mij. En je ziet het. Dat is een beetje een onderwaterstad. Alhoewel, het is niet echt een onderwaterstad. Misschien heb ik het verkeerd verwoord. En we zien hier opeens een gouden standbeeld. Maar zo'n schip zoals deze... Ja, dat zou zomaar in de game kunnen komen. En ik heb straks nog een map met een heel erg vet schip. Dit is trouwens een hide-and-seek map. En je ziet hier al een beetje hoe de decoratie er misschien wel uit kan komen te zien... met dat tapijtje natuurlijk. En het schip wat een beetje kapot en afgebrokkeld is. Ik vind het echt een hele vette map. En sowieso een vet idee dat we dit zo gaan krijgen. Ik bedoel, gewoon een stuk van een vliegtuig. Het zal me niks verbazen als we dat ook straks gaan vinden in de map. Ik vind het toch goed. Trouwens, allemaal schelpen en zo. Dat is, op dit moment staat dat ook natuurlijk in de map, deze dingen. Alleen dan boven water. Maar het zou zomaar kunnen zijn dat het allemaal onder water komt te liggen. Ook een helikopter kunnen we misschien wel verwachten onder water. Zit even te kijken of ik nog meer dingen zie. Nog een dino hier. Even kijken. Natuurlijk auto's die op de kop hangen. Een onderzeeër. Oh, deze onderzeeër komt uit seizoen 7. Die stond toen op die ijsberg. Voor de mensen die dat nog herkennen, laat even weten in de reacties als je hem überhaupt nog herkent. Dit was eigenlijk alles wat ik hier wil laten zien. Ik denk dat het wel duidelijk is. Laten we doorgaan naar de allerlaatste map. En dat is mijn persoonlijke favoriet. En we zijn dus aangekomen bij de laatste map. En we zien hier al meteen iets interessants. Namelijk een onderzeeër. Er is best wel een kans dat we bij deze onderwaterwereld die we dus gaan krijgen in seizoen 3. Dat daar onderzeeërs bij zitten. En ik vond deze wel echt heel erg vet gemaakt. Maar dit is niet het enige wat we in deze map hebben. Nee. Volgens mij als ik hier doorzwem zo naar deze kant. Zien we een soort van onderwater tempel. Dit zie ik Fortnite ook sowieso nog wel doen. Letterlijk een tempel onder water. Waar we gewoon kunnen looten. Waar we gewoon safe zijn. Ik heb geen idee wat deze bol hier is. Hij draait ook rond. Maar in ieder geval, ik vind het echt heel erg vet gemaakt. En dat je zo ook echt naar binnen kan lopen. Ik vind het echt heel erg nice. Maar er is nog iets wat ik hier wilde laten zien. Oh, wat is dit nou weer? Een lama. En je ziet hier ook allemaal kleine huisjes die onder water heel erg goed passen. Deze dingen staan nu dus allemaal boven water, hè? Moet je nagaan. Dit past onder water ook gewoon heel erg goed. En dit is hetgene wat ik jullie wil laten zien. Namelijk het schip wat gebroken is en onder op de bodem ligt van de zee. Dit is toch vet, dames en heren. Ik vind dit echt heel erg goed gemaakt. En als dit in seizoen 3 gaat komen, dan ben ik zo blij. Echt waar. Dit is zo'n mooie... Dit is gewoon heel mooi gemaakt. Shout-out naar de mapmaker. Kan ik dat hier ergens zien? Made by Dr. Mango... Fosco, Lucy, hoe je het ook wil noemen. Echt shout-out aan jullie. Jullie hebben echt iets heel erg moois gemaakt. Nou, dit waren ook gelijk alle mappen die ik voor jullie had. Ik hoop dat jullie een beetje hyped zijn voor seizoen 3. Ik ben in ieder geval wel hyped. Laat het even weten met een like of je hype bent. Laat het even weten met een like. Je is een spraakgeblek. Laat het weten met een like. Abonneer op de film gevraagd met een belletje aan. Klik op de video's hieronder. En ik zou zeggen tot de volgende keer. En peace out. Doei!